Wat ik een beetje jammer vind aan het uh, rapport is dat er een aantal zinsneden in staan die eigenlijk nog niet ergens op gebaseerd uh, zijn. Kijk, wat er nog moet gebeuren is gewoon meten wat mensen naar binnen krijgen uh, uh, via het ademhalingssysteem. Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie, maakt zich zorgen over de gezondheid van omwonenden van Tattestiel. Dat zegt hij na het lezen van het onderzoeksrapport naar de gevolgen van de grafietregens afkomstig van de staalfabriek. In tegenstelling tot het adviesbureau. Zij concluderen dat de gevolgen hoogstwaarschijnlijk klein zullen zijn. De opdrachtgever voor het onderzoek is de vervuiler zelf. Dorpsbewoners zijn er vooral om die reden niet gerust op. Dit, dit onderzoek had vanuit het dorp zelf moeten komen. Of in ieder geval vanuit de gemeente dat die de regie uh, daarin had genomen. Hè. Het is nog altijd uh, de slager keurt zijn eigen vlees. Uh, nee, het is uh, laat zeggen, een heel summier onderzoek geweest. Uh, het heeft een looptijd gehad van twee weken. Je kunt er daarom niet van verwachten dat het echt uh, een gedegen onderzoek is. Als u in een wijk aan zee zou wonen, en dat is op, op, op steenworp afstand van de plek waar die stofwolken vrijkomen, zou u zich dan zorgen maken over uw gezondheid? Ja, ik zou me absoluut zorgen maken. Dus ik denk ook dat het heel goed is. Ik denk eigenlijk ook dat het al eerder had moeten gebeuren. Dat ze eens goed vaststellen wat die mensen daar nou dagelijks naar binnen krijgen. Zowel nu in deze buitengewone situatie als regelmatig. Want de samenstelling roept vele vragen op. Een gedegen onderzoek is volgens de boer noodzakelijk. Hoe eerder, hoe beter. De, de belasting via de huid of via de mond, hè, dat moet allemaal meegenomen worden. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren door het RIVM. Uh, maar dat is echt nu aan de orde. En daar moet men niet terughoudend in zijn. We moeten dat gewoon goed en volledig doen. Ik denk dat we nu pas op het punt zijn beland, dat we het echt gaan onderzoeken. Dat we willen weten wat de inhoud is van wat we inademen.